kom op. Hey, blijf eens even lekker. Kijk eens wat eraan komt. Mooie schoenen en je bikini. Ja. Ja hoor. Komt allemaal goed, Lex. Lex, wat kom op, man. Hey. Shoot doen. Moet je kijken wat je gegroeid bent. Een beetje op. Er zijn hele mooie lingeries voor Oski gevallen. Nou, kijk eens, Moppie. Zet hem op, hè, Lex. Hey, kan je misschien mee? Geef even een kus. Kan je dat je er bent? Nee, schat, dat ben je ook niet. Maar dat zegt ze waarschijnlijk uit woede nu. En dat kan, weet je? Ja, je bent het absoluut niet. En het is echt niet zo. Want anders zeg ik het tegen je, dat weet je. Het is gewoon boosheid en frustratie wat er nu is. Hey, kijk me eens even aan. Je bent een prachtvrouw. En dat heb ik je al een paar keer gezegd. En je bent hier zo gegroeid en tot jezelf gekomen. Super trots op je, en dat weet je. Je weet niet eens hoe mijn leven bij me. Daarom. Maar Les, dan moet je juist denken, je weet niet hoe ik ben. Dat is hetzelfde als wat ze tegen mij van de week met de stemmingen zeiden. Dan denk ik, je weet gewoon eens wie ik ben. Ja. Hé, hallo, je bent een moordvrouw. Dat weet je. Daarom had ik er moeite mee. Daarom moest ik huilen. Ik weet het niet. Omdat ik haar gewoon die stem wil geven om dichterbij me te komen. Ja, weet je maar wel? Dat kan. Dat zou ik bij de vorige stem bij Merel toen doen. Dat ja, weet je. Wacht, we moeten vissen eerst. Kom. Aanzij! Nee, ik ga... Ik ga zo handen naartoe. Naar Lek. Hallo! Kom hier even met die doos. Ja, een beetje verdrietig. Oh, mijn god. Had je even je dos... Ja. Ik heb net leuk gestemd, dus het was niet echt, echt leuk. Oh, jeetje. Ja. Oh. Wel kon ik je vinden? Wil je wat drinken? Ja, als ik... Oh. Hoi, ik ben Angela. Ga je maar even... Ontoveren tot wat moois. Ja. Ben je plan om in shop te doen op Marktleuken? Bak, kan je... Ja, we kunnen ik denk al. Dat dit eigenlijk beter is, omdat ik eigenlijk een groot spiegel heb. Oké. Okay. Ja. Nee, maar zo zit je ook wel een lelijk, want ik ben gewend. Oké. Dankjewel. Nou, je komt... Ja, je komt wel... Ik heb net een hele grote ruzie nodig. Ik kijk het helemaal niet, dus dat is misschien ook wel... Oh. Ja, ik ben helemaal blank dan, wat dan betreft. Ja, we moeten... Op een gegeven moment moet je mensen... Je moet mensen wegstemmen. Je moet mensen stemmen geven. En ik had alleen meisje gewoon gezegd dat ik van nood op haar zou gaan stemmen. En dat heb ik dus met één stem. Omdat ons afstand en dat wou ik haar heb gegeven om misschien te proberen wat meer bij elkaar te zijn. En zij... Zet je even zien. Ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk. Leuk is gekomen. Ja joh. Hoe lang zit jullie erin? Absoluut 5 cent. Ja, lieve Alexandra, zoals beloofd mag je deze items lenen. Veel succes met je fotoshoot en liefst af. Oh. Wat is die mooi, hé. Oh, wow. Ja. Ja, niet voor mij hoor. Geweldig. Mooi, Lex. Ja, die ga ik... Ik ken net de fotograaf, die is ook... Ja, de fotograaf komt daar. Ken het. Ja, mag weten, ik ga ze hier installeren. Mag je dan komen? Ja, goed, schat. Ja, toch. Ja, ik denk ook wel dat het hier beter was dan in het huisje. Ja, die mag ik lenen. Heb je deze ook gekregen? Oh, ja. Je hebt deze? Ja, deze ga ik aan doen en... En zijn dit de oorbellen? Nee, die oorbellen ga ik niet doen. Of niet? Nee, die vind ik te groot. Nee, ik doe mijn eigen oorbelletjes in. Ja, mijn kaart is echt veel te groot. Maakt het wel af, hè? Ja, ik weet niet. Ik moet even kijken. Echt heel lief van de... Ik vind het wel leuk. Dit is heel veel.
is een... Kijk, al zijn schoenen. Voor Sjoerd. En waar ga je heen? Op podium. Daar bij het huis. Nee, daar achter het sanitaire gebouw ga ik, okay. Waar ik net stond. En waar is dat? Zeg maar de woonkamer, dat is een die... Ja, ik krijg later wel even een rondleiding, ja. Ik bedoel, dit is met die drag costumes, weet je. Dit vet, hè? Oh, wat is Milena eigenlijk? Want die is ook wel... Zal ik Milena halen? Ja, die kan zo meteen even kijken bij hoe alles het doet. Loopt alles goed bij je? Goed. Ja, dacht ik al. Heel veel afgeflamed. Jij bent ook zo slank. Volg mij, hoor. Hoe doe jij? In mijn benen. Ja. Echt? Dus dat is niet, hoor. Ziet er goed uit. Is Milena ook in de silo? Ja. Ik haal er wel even. Oh, shit. Ik ben vergeten. Ik zet je water hier, ja, goed? Helemaal goed, dankjewel. Ja. Ik zal alleen even het stofje even weghalen, want dan als hier ik heb gewoon dan zonder van het. Oh, ja. Lekker voor de sloot zo, Lucy. Ja, je weet dat als je stress krijgt, dan hou je heel verkocht, hou je vast. Maar nu wordt je lekker. Mooi! Ja, dat is mooi. Waar heb je nu op je gezicht? Heb je nu ook? Oh ja, ik heb nu alleen even bij mijn vallen gedaan. Een klein beetje ook. Dat haal ik wel op, hè? Wat doe je nog veel van dit, hoe heet het, grimeren, schminken. Ja. Ja, festivals net zo. Ja. Dan doe je tegenwoordig gewoon op glitteren en zo, festival paint. Ja. En mijn bruisjes van commerciële opdrachten. Ah, oké. Okay. Jij bent nooit in de studio geweest. Nee. Ja, jij, voor één studio. Ja. Maar je woont nog steeds in de studio. Ja, wij wonen daar. Maar daar geef ik best wel heel veel les. Gaaf. We hebben helemaal ingericht op Groot Make-up Studio. Oh, gaaf. En daar geef ik echt heel veel les eigenlijk. Dus dat is wel prima. En houdt het met je hond? Ja, ik heb een nieuwe erbij. Oh, je hebt een nieuwe erbij? Ja. Ik weet dezelfde. Ja. Echt, Weken. Ja. En ook weer rechtstreeks wat spanje. Oh, jij nog steeds eentjes van. Heb je niet koud, joh? Nee, maar. Nee, ik heb niet koud. Moet ik het kachteltje aan? Nee, ik ben echt voor mij niet hoor. Ik hou wel even mijn jas aan, maar ik heb normaal gesproken ook juist echt altijd warm. Nou. Hey, en ja, natuurlijk ken ik het programma wel. Ik heb het wel eens voorbij zien komen. Ja. Maar precies het concept. Want jullie hebben het helemaal de ideale maatschappij jezelf. Hallo! Hi, Milena! Oh, echt? Ja. Ik ga het ook. Maar jij is het al helemaal super mooi in de make-up.